Voor mij staan 10 prachtige meisjes. Maar toch zal één van jullie vandaag de topmodel mansion moeten verlaten. Iemand die niet de personality en de uitstraling heeft van een topmodel. Hier in mijn hand heb ik de foto's van de meisjes die wel nog kans maken op de titel Benelux Next Topmodel. En als ik je naam noem, stap dan naar voren en neem je foto in ontvangst. De eerste foto is van Denise. Omringd door kippen en hooibaal en toch sta je er fantastisch op. Dankjewel. Dan. Tessa. Ik weet niet altijd even charmant, maar de foto is goed. Dankjewel. Ja. En van de beste foto's van de Echo Shoot. Gefeliciteerd. Actie. Vandaag heb je nog gered met je tuitje. Nee, ik wil het niet meer zien. Bianca. Met een bepaalde zachtheid in deze foto die we graag nog een keer zouden willen zien. Katrina. Gewoon een goede foto. Rianne. Met de poes en een keukentrap. Ik vind het knap. Gooselin, hè? Zo'n foto willen we niet meer zien. Sarah en Justine, zouden jullie naar voren willen komen, alsjeblieft? Sarah. Alle meisjes in de topmodel mansion heb jij misschien wel het beste figuur. Want je bent slank, maar je bent ook sportief en je bent soepel. Alleen de jury weet niet of je het in je hebt om te poseren. En Justine, de jury denkt dat jij het wel in je hebt om te poseren, maar het kan geen goed teken zijn als het varken beter op de foto staat dan jij. Ik heb maar één foto in de hand. En die foto is van Justine. Gefeliciteerd. Sarah, ik moest jullie helaas vragen om je spullen te pakken en de topmodel mansion te verlaten. Het was een leuke ervaring. Ik had het nooit willen missen. Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Ik zie wel wat er komt qua modellenwerk. Ik denk dat Lianne gaat winnen, ook al ben ik het niet helemaal eens soms met wat zij zegt of denkt. Ik weet wel dat toen Lianne en Denise de prijs hadden gewonnen, dat ze weg waren en de sfeer in huis was zo relaxed. Zo'n vermoeilijke gedoe